Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Overal een avonturen bij verdwijnen er telefoons. Oh, nee, Kelly! Ja. En nu kan niemand ons opbellen. Oh, nee. Een ultieme politieactie. Chase, jij moet als politiepup het team begeleiden. We hebben alle pups nodig om dit op te lossen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Geen zorgen, Katie. Marshall, gebruik de ladder om Kelly te redden. Komt goed, chef. Ladder! Oh, dat kietelt. Meneer Porter, kunt u vertellen wat er aan de hand is? Ik speelde Maiskorrel Crush en toen hoorde ik mijn prullenbak omvallen. Dus ik ging kijken en liet mijn telefoon hier liggen. Misschien ligt er een aanwijzing bij die prullenbakken. Rocky, pak je scanner en kijk of je iets ziet. Scanner! Chase, ik zie voetsporen. Ze zijn heel klein. Heeft een spook voeten? Dit spoor ruikt naar... meloen! We volgen die geur! Oh, wow. Het is een wasbeer! Een dansende wasbeer! Nu snap ik het. Wasberen zoeken 's nachts naar eten en daarom pakte hij natuurlijk die meloenen. Ik heb een ideetje. Wat is je plan? Dat klopt, kleine wasbeer. Lekker dansen op Maiskorrel Crush. Oh, dank het is je. Gelukt. Jullie zijn de beste. Bedankt, Pups. Bedankt, Ryder. Graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgrom Club heeft de burgemeester uit zijn grot gegooid. En bovenop een klif? Dat klopt, Rocky. Dus voor deze missie selecteer ik... Marshall. Ik ga vlammen! Motostijl! En Rubble. Rubble is aan de motorrol! Oké, Paw Patrol is niets te dol! We zijn er, burgemeester Handlinger. Marshall, help hem omlaag. Rubble, haal die steen weg. Gewoon kalm blijven, burgemeester. Dan bent u zo weer beneden. Oh, wat hebben ze gedaan? En ze hebben mijn katjes. We halen de katjes terug. Wildcat, kom snel naar Boerengat. Hey! Ik ben klaar voor een wilde rit. Jongen, hij is wel echt snel. Jap, rollen maar. Jullie zijn erbij. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden. Geen zorgen. Chase, Rocky. Chase zit er bovenop. Groen is gaaf. Ik ben een Ryder. Ruff, zipline. Ik kan dit niet aanzien. Ontkoppel! Rocky, je krijgt een pakketje. Tennis! Yes! Wanneer uw katjes vermist zijn, blaf dan om hulp. Als we deze ballonnen hebben opgeblazen, zijn we helemaal klaar voor het feest. Oh, God, wat is hier toch gebeurd? Kijk, tante burgemeester, een vliegende kalkoen. Wat? Ik ben snel de Paw Patrol. Hoi, burgemeester. Ryder, Chicoletta is enorm van streek. De springkalkoen is weggevlogen. Weggevlogen? Ik zie het. En ik zie nog wat. Een katje van burgemeester Handlinger. We komen eraan. Geen springkalkoen is te hoog en geen pup is te klein. Ryder, ik zit vlak achter de kalkoen. Super, we komen achter je aan, Sky. Ryder, er zit een ring aan de zijkant van het springkussen. Daar kan ik hem pakken om de kalkoen terug te brengen. Mooi, maar eerst redden we het katje en dan de springkalkoen. Chase, activeer je net. Ruff, ruff.
Let! Ryder, kijk! Nog even wachten, Sky. Er zijn nog meer katjes. Dan pak ik nu die vliegende kalkoen. Ruff, haak! Hebbes! Goed werk, Sky. Oké, we gaan. Tijd voor Thanksgiving. Ryder, ik wil je bedanken voor het redden van mijn katjes. Graag gedaan. Wanneer u wegvliegt in een grote kalkoen, blaf dan om hulp. Pups, we moeten Travis in zijn mand zetten en zijn ballon repareren. Dus, voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Roep, groen is gaan. Rubble, Rocky, hup, hup, hup. Daar is het! Grootbek Eiland! Nee, Travis, wacht! Huh? Deze rots voelt niet heel erg rotsig, maar meer als veren. Nu heel snel dit gaat, Rocky. Lijmspuiter. Tijd voor wat sneldrogende lijm. Mooi. Pak je stofzuiger en vul de ballon met hete lucht. Stofzuiger, blaas uit. Oké, Travis. Maak je klaar om op mijn hoverboard te springen en hou je vast. Misschien moet ik Grootbek eerst een beetje kalmeren. Pelikanen zijn dol op inktvisstukjes. Net op tijd. Hou je goed vast, Travis. Ik breng je terug naar je ballon. En dat was weer een succesvol toerende Travis-avontuur. En zo stuitte ik per ongeluk op het legendarische Grootbek-eiland. En de Paw Patrol. Graag gedaan, Travis. Wanneer je op een megavogel landt, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Alex en meneer Porter zitten vast in een doolhof diep in de jungle. Gelukkig heeft Alex een kaart getekend die Mandy naar ons heeft gebracht. Tracker, jij moet met je jeep en je supergehoor naar ze op zoek gaan. En Chase. Jij kunt met je drone de dichte jungle doorzoeken. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Ik geloof dat de olifant iets hoort. Motoren, het is de Paw Patrol. Help! Het moet dus iets harder. Misschien kan dit olifantje helpen. Listen up, luister. Dat is vreemd. Ik hoor één baby-olifant en twee andere stemmen die doen alsof ze een olifant zijn. We moeten gaan kijken. Ja, dit is het dolf. Denk je dat de Paw Patrol onze olifant roep heeft gehoord? Ik hoor Alex. Te gek, erop af. Opa, dat is de droom van Chase. Gered, we zijn gered. Ah! Ik zie ze, Paw Patrol, we zijn hier. Tracker, kun jij Alex een lift geven? Kabels. Ryder, Pups, de baby-olifant zit nog vast. Rubble, kom met je wagen naar het dorp. Rubble is aan de rol. Zal ik even wat wegslepen? Is klaar voor actie, Ryder, meneer. Politiestijl. Zoals bekend waren de koninklijke katjes op weg naar Avonturenbaai. Waren? Wat bedoel je, Ryder? Ze zijn weg. We gaan alle pups nodig hebben om dit op te lossen.
Chase, jij bent de politiepup, dus ik wil dat jij deze opdracht leidt. Begrijpen. Chase leidt deze ultieme reddingsrace. Goed, ik wil dat jullie de nieuwe leden van onze Kitten Catastrophe Club een warm welkom geven. Waarom rijden we niet sneller? Oh, kom op, katjes. Er is geen tijd voor een dutje. En jullie, hoogheden, scheppen dus. Stop deze trein, burgemeester Handinger. Goed, ik doe het wel zelf. Burgemeester Handinger, stop niet. Ik heb een idee. Rocky, Sky, jullie moeten zo snel als je kan naar de voet van de heuvel gaan. Dan, Sky, gooi jij de spijkerband uit je kopter. Rocky, jij legt hem dan over de weg. Daar gaan we! De trein komt eraan! Oh, 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 oh. Ah. Val mee! Zeg ik helemaal voor mij. En waar is onze visite? Elizabeth, Henry! Welkom in ons vredige stadje. En nogmaals bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt. Blaf dan om hulp. Pizza Bol, maak me dol. Pizza deeg is nog leeg. Nog wat saus. En een hoop kaas, zegt de baas. Nu kan hij in de oven. Heet de pizza opgebast. Dat ruikt pizza rukkelijk. Ik zou er zo een stukje van willen pakken. We mogen er nog niet van eten. We bouwen de hoogste pizzatoren ter wereld. En dan komt onze foto in het recordboek. Kijk. Pizzatoren? Ik ga die prijs winnen. Toch, katjes? Ik vind het zo spannend. De jury kan ieder moment hier zijn en er zal zo versteld zijn van onze pizzatoren. Zei iemand daar pizza? Als in 's werelds grootste en meest magnifieke pizzatoren? Ik dacht dat wij het record zouden breken en de prijs zouden winnen. Als de jury ziet dat onze toren hoger is, is het record voor avonturen bij. Daar zou ik maar niet van uitgaan, want Boerengat zit erin voor het gewin. Iedereen aan de kant voor de avonturen bij Toren van Pizza. Hey, hallo! Oh, ik zit vast! Maar nu rij ik weer! Ryder, je moet hem redden! Dit is niet leuk! De trein gaat niet! Alsjeblieft! Sky, jij moet hem in veiligheid brengen met je harnas. Kijk, dat noem ik nog eens een recordbrekende redding. Klaar. En dit is 's werelds hoogste pizzatoren. Yes! Meibert, Meibert! Dat is de puppet die je hoort. Iemand heeft hulp nodig. Oh, ja. Ryder, jij bent Ryder niet? Dat klopt. Ik ben voor hem aan het puppassen vandaag. Geen zorgen, de Paw Patrol komt je meteen helpen. Alle pups naar de toren. Eigenlijk moet je zeggen, Paw Patrol, naar de uitkijk. Oké. Okay. Paw Patrol, naar de uitkijk! Ryder meldt zich! Ik bedoel Katie! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Ik bedoel Katie, meneer. Mevrouw! Bedankt, pups. Dus, wat zou Ryder nu doen? Ryder vertelt welke pup moet helpen en hoe die dat moet doen. Oké. Okay. Om meneer Postbode te redden wil ik... Marshall. Jij gebruikt je brandweerwagenladder om hem uit de boom te halen. Ik ga vlammen! En Sky, jij kunt met je helikopter burgemeester Goodway en Chicoletta veilig van het dak halen. We gaan de lucht in! Volgens mij is de Paw Patrol klaar om te gaan. Je bedoelt zeker, Paw Patrol is niet te dol. Juist, dat. Geen zorgen, meneer Postbode. Marshall kan nu helpen. Klopt! Ladder!
naar beneden, meneer Postbode. Ik breng u en Chicoletta nu naar beneden, burgemeester Goodway. Harnas! Hebbers, heel erg bedankt, Sky. Jullie zijn brave pups. En, hoe ging het vandaag? Katie deed het fantastisch, Ryder. Dat dacht ik wel. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. In parachute springpakken. Het zijn vliegenierspakken. Kapitein Turbot en François zitten vast in een berggrot ergens op Jungle Brul-eiland. Samen met een tijger. Daarom wil ik voor deze missie... Sky, jij bestuurt je ultieme helikopter. En als ervaren vliegenier, begeleid jij het team. Deze ultieme puppy gaat vliegen! Daar is de opening. Brulberg is duidelijk een oude vulkaan. Klaar voor de start. Stuntpups op pad. Het is een mama en haar welpje. Het zat zo. De welp klom in onze rugzak. Dus mama volgde en... Genoeg uitgelegd. Je kindje wordt ook gered. Hé daar, kleine vriend. Klaar om te vertrekken? Schat als de kopiloot ooit. Daar zijn we dan, Snuitje. Veilig en wel. En je moeder komt ook zo. Ze zouden achter ons aan moeten komen. Sky, we hebben een probleempje. Geen vulkaan is te groot, geen pup is te klein. Het is Sky! Sky! Stap maar in. Dat was een indrukwekkende redding, Sky. Een pup moet doen wat een pup moet doen. Zijn uw beroemde bruisaugurken klaar, opa? Deze keer zijn ze extra bruisend, of niet? Kom, we gaan inladen. Oh, pas op met die pot. Als hij geschud wordt, dan gaat hij weer bruisen. En dan knalt het deksel zo van de pot. Doei! Dit is hoppelig. Wat hoor ik nou? Misschien zijn ze te bruisend. Gaat het wel? Ja hoor, maar ik denk dat mijn busje vastzit. Dat komt goed. Chase, we hebben je haak nodig. Chase zit er bovenop. Waar is meneer Porter, Ryder? Hij vloog uit de bocht en staat nu op een regel. Raf, haak! Ik ben er, Ryder. Sky, kom met je harnas en red meneer Porter. Ruff! Harnas! Hou je vast! Ryder, hoe krijgen we zijn busje nu weer hierboven? Het zou fijn zijn als we dat busje terug omhoog kunnen schieten. We hebben alleen wat bruisaugurkenkracht nodig. Rocky, staan er nog ongeopende potten? Ja, hier staat er nog eentje. Schud ermee en zet hem onder de bus. Pot is geplaatst. Ik kom naar boven. Klop, klop. Wie is daar? Maakpup. Maakpup hier. Maakpup dat je hier snel wegkomt. Hij ontploft. Iedereen aan de kant. Ja! Morgen, kapitein Turbot. Kijk wat hier ligt te dromen op het dek. Een berenjong? Wacht even, er belt nog iemand. Hallo? Ryder, je gelooft echt nooit wat er nu in mijn bad ligt te slapen. Wow, nog een beer? Moment, Katie. Er belt nog iemand. Hoi, Alex. Ryder, Ryder. Weet je wat we hebben gevonden? Een beer? Ja. Er slaapt een hele berenfamilie in de stad. Wat moeten we doen?
Jullie hoeven niet bang te zijn. Geen beer is te groot, geen pup is te klein. En nu jij, Rubble. Tijd voor een klein berentransport. De bedden voor berenwagen is klaar om te gaan. Heel goed, Bubs. We hebben één beer gered en nog twee te gaan. Rocky, liggen er wielen in jouw recyclebak? Weggooien? Tuurlijk niet. Heel goed, Bubs. Zacht en rustig. Oké, Everest. Op drie. 1, 2, 3. Het is gelukt. Driemaal zacht hoera voor de Paw Patrol. Hip, hip, hoera. Hip, hip, hoera. Hip, hip, hoera. Kom mee, Bubs. Volg Everest naar de grot. Liggen ze er knus bij. Bedankt dat jullie de beren hebben teruggebracht, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je ooit een slapende beer ziet, verluister dan om hulp. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. De gezonken sloep is gekaapt door Sid de Piraat. Wij gaan die sloep inhalen en terugbrengen naar zijn plek. Arr, waarom varen we zo langzaam? Wat is er aan de hand? Ryder, wij achtervolgen de sloep. Maar nu wordt de situatie wel erg vreemd. Ik geloof dat de sloep zichzelf terugsleept. Het lijkt wel alsof er een gigantische zeeslak in het oude gezonken schip zit. Ze gebruikt de sloep zoals een slak een huisje heeft. De sloep is haar huisje. Sid, dit is Ryder. Je moet die sloep teruggeven. Arr, deze piraat geeft nooit iets terug. Ik heb hem gevonden, hij is van mij. Oké, Rocky. We moeten de kabel doorsnijden. Maak de snijbrander klaar. Ik zal op je teken wachten. Chase, de zeeslak moet stil blijven zitten als we de kabel doorsnijden. Als het goed is, ligt er nog wat eendvissnoep in je boot. Oh ja, ik heb het! Oké, Rocky. Nu! De slak is gestopt. Nu! Chase, laat je haak zakken. Rocky, maak de haak vast aan de sloep. Haak bevestigd. Sleep hem maar terug, Chase. Wij laten wel zien waar de sloep lag. Wat zal ons slakje blij zijn? Precies hier. Ryder, nogmaals bedankt voor het redden van de duikplek en het huisje van de slak. Graag gedaan, slakje. En wanneer je ons nodig hebt, dan... Jomel. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. De onderzeeër van François kwam tegen een vrachtschip aan en zit nu vast. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in. En zoomen. Ik duik erin. Oké, Paw Patrol is niet de doel. Sky, gooi de haak. Op drie. 1, 2, 3. Top. Oké, Zuma. Haak maar los. Ryder, de onderzeeër heeft een gat in het vrachtschip gemaakt. Oh, maar hoe moet ik al dat vuilnis nu bij de recyclebedrijven krijgen? Chase, breng je werper. Kom maar aan, Ryder. Rocky, breng je recyclewagen. Kom maar naar het strand. We gaan naar boven, Zuma. Oké, Rocky. Upcycle dit plastic in 2 grote pontons en een reusachtige stofzuigerslang. Te gek! Je wagen heeft enorme bootdrijvers. Het afvallek zit ongeveer daar. Ik zie het, Ryder. Ruff, werper! Ik heb je werper geladen met balletjes kit, waarmee we het gat kunnen dichten. De kit is uit gaan zetten en heeft het gat gedicht.
Dus Rocky, pak je stofzuiger en zuig de boel schoon. Oké, ik begin hierboven. Heel erg merci voor de redding. Graag gedaan. Wanneer je in diepe zeenood zit, blaf dan om hulp. Kijk, een monster! Oh. Wat in de wilde wonderlijke wereld is dat? Het is geen diersoort die ik eerder heb gezien. Tijd om te gaan, Durval Danny. Het is Durval Danny X. En als ik een echt monster zie, is dat zo extreem. Extreem gevaarlijk. We gaan er vandoor. Waarom gaat die lift zo langzaam? Dat was ik wel op. Veel te snel en toen ging die stuk. Gelukkig zijn we hier boven ver van het monster vandaan. Wat voor monster? Het was groot en groen en ging toen het bos in daar. Ik ben de Paw Patrol. Louder! Hoi Alex, jij eerst. Yippie! Pas op Alex, niet. Alles goed. Bedankt, Ryder. Ik hoop dat ik het monster snel vind. Everest, zie je al iets in de bossen? Ryder, ik zie het monster. Het is burgemeester Goodway bedekt met groene modder. Maar ze kan niks zien en snowboard achteruit de heuvel af. Houd vol, burgemeester. Ik help u te stoppen. Oeh, joh. Oh. Burgemeester Goodway, gaat het wel? Oh. Ja, niet wel. Dankzij jou, Everest. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Voel je een beetje monsterlijk? Dan... je om help. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed om te horen, pups. Rocky en de inspecteur zitten in het kartonnen huis en ze worden roekeloos rond de stad gereden. Dus, voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. En Rubble. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Laat me eruit. Dat kan niet. We moeten de puzzels oplossen om de deur te kunnen openen. Jij hebt het gebouwd. Weet je dan niet alle antwoorden? Nee, ik heb alleen het scherm geplaatst. De computer kiest de puzzels. In dat geval... Help! Oh nee! Meneer, pas op voor de stuurloze bus! Ik hou die trailer tegen! Ik pak de bus! Activeer zelfrijstand! Sta klaar en spring! Oké, jongens, tijd om te stoppen! Gedaan, Zuma. Ik hoop dat Rubble op tijd bij die trailer is. Ik heb je. Ruff, hak. Woe, de trailer is veilig. Alex, doe jij de officiële opening? En dan is nu het huis van karton officieel geopend. Yay! Woehoe! Bedankt dat je het huis hebt gered. Graag gedaan hoor. Als je kartonhuis ervan doorgaat, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood. Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble. Jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky. Jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te dol. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til maar op. Oké, Sky, pak je harnas. Ah,
Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robohond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robohond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Weg, weg! Wow! Rider! Robohond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Stop! Stop! Bedankt, Robohond. Zo fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. Dit is mijn favoriete stripboek, Puppinator. Wow, cool. Laten we Puppinator spelen. Doen jullie Puppinator? Doe je mee? Hoi, burgemeester. Is alles oké? Okay? Absoluut niet. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Het bezorgvliegtuig is per ongeluk het harnas verloren. De stukken zijn overal in de stad neergestort. Maar dat harnas is een cadeau voor de prinses. Daarom hebben we ook veel haast. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Daarna kun je het harnas in elkaar zetten met je upcyclewagen. Groen is gaan. Oké. Paw Patrol is niets te doel. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat hoop ik ook. Hoi, burgemeester Goodway. De tijd van de prinses is er. Zeg maar alsjeblieft dat het gelukt is. Kijk u zelf maar. Gegroet, uw koninklijke hoogheid. We hebben een heel speciaal en uniek cadeau voor de prinses. Oh, mijn excuses voor de overlast, burgemeester Goodway. Overal waar we langskwamen, waren de mensen zo attent. Hoi, burgemeester Goodway. We hebben het hard... Ryder, wist jij dat de prinses een hele treincoupé vol heeft met harnassen? Wauw. Ryder, ik weet misschien wel iets. Ik ben zo terug. Robo, het harnas moet terug in de upcyclewagen. Puppinator, we zijn groot fan. Dankjewel, Paw Patrol. Als je een cadeautje nodig hebt, blaf dan om hulp. Hallo, avonturen bij racers en nieuwkomer. Wie is dat? Volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben Humkid, het grootste stoere kind van de stad. Deze race is zonder motoren of raketten of iets dergelijks. Op uw plaatsen. Sta klaar. Start! Ja! Start, Rocket! Ik ga supersnel! Ze gaan veel te snel. Oopsie! Misschien moeten we Alex en Humkid helpen. Geen zeepkistracer is te snel, geen pup is te klein. We zijn er al, Alex. Zuma kan je met de bumpers weer terug op de racebaan duwen. Woehoe! Bedankt, Paw Patrol. Doei! Mooi werk, Zuma. Ik ga kijken hoe het gaat met Chase en Humkid. Ik ben er om je te redden. Wat? Ik ga winnen! Shit! Yippie-ki-yay! Hey, waar ga ik nou heen? Dat is burgemeester Hamdinger op een raket. Waarom is er nou niemand die mij kan komen redden? Ik kan je pakken, maar raak niet in paniek. Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit hier op een op hol geslagen raket. Yes! Het is maar goed dat ik niet in paniek ben geraakt. Avonturen bij Zeepkist de Race Kampioen! Bedankt, burgemeester Goodway, maar het was niet gelukt zonder de Paw Patrol.
Om de 100ste verjaardag van de klok te vieren, zal Chicoletta ook een nieuw kunstje laten zien. Ah, oh. Ze zwaait om iedereen een vrolijke klokdag te wensen. Dag, Chicoletta. Alles dat glimt is van... Wat is dat nou? Ik wil graag die vogel en haar glanzende hoed. Oh, terug jij met dat Chicoletta? Toe, geef me dat hoedje. Ik bel Ryder. Wat is er, burgemeester Goodway? Chica! Reuza! Wow! U moet gaan schuilen, burgemeester Goodway. Maar geen zorgen. Geen kip is te groot, geen pup is te klein. Oh nee, daar zal je die pups weer hebben. Grubble, maak ruimte voor Chicoletta. Komt goed. Oh nee. Laat mij maar. Goed gedaan, Grubble. Chase, ga die mensen waarschuwen. Attentie, ga van de weg af. Er komt een megakip aan. Oké, Ella. Het is tijd om haar uit de stad te halen. Ik ga groeien. Hey daar, Chicoletta. Volg mij maar. Dankjewel, megapups. Klokdag is gered. En jij ook, bedankt, Chicoletta, dat je weer naar knuffelgroot bent gekrompen. Oh. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Wanneer je ons nodig hebt, luid dan de klok. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn, pups. We moeten een baby stegosaurus uit een kuil redden. Voor deze missie wil ik... Rocky. Jij moet met de grijpers op je wagen één van de bomen verplaatsen. En ik wil ook... Rex. Rex, ik wil dat jij met je dino-klauw de andere boom weghaalt. We dino doen dit. En Sky. Als de bomen weg zijn, pak jij je vliegtuig om de baby stegosaurus uit de kuil te tillen. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. We zijn bijna bij de kleine stegosaurus, jongens. Nog maar een klein stukje. We zijn hier. Ik ben blij dat jullie er zijn, Paw Patrol. De stegosaurus zit super vast. Bril, 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 bril. Dat is stegosaurus voor. Hou je taai, maatje. We komen je redden. Oké, Rocky, Rex, pak die bomen. Doen we. Dino Klauw. Eén, twee, drie, trekken. Fantastische boomsleep, pups. Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Harnas! Brul, 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 brul. Je kent het. Stap maar in de gordel. Heel goed. Brul, brul. En hij zit. Goed werk, Rex. Sky, til hem op. Ben al bezig. Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Chicoletta en Roosterio rijden rond op Danny's gliderboard. Oh, hey, Roosterio. We moeten hen helpen. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit de bal erop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Goed om jullie te zien. Help, red onze kippen. Laat ons maar. Sky, zie je wat? Kijkers. Ik zie ze, Ryder. Ryder, ze zitten bij Yumi in de truck. Is er iets mis, Ryder? We achtervolgen twee kippen. En daar zijn ze. Zaak gesloten. En daar gaan ze. Zaak niet gesloten.
Ik zet ze op de hielen, Ryder. Die drone is te wild om te kunnen vangen. En nu vliegt hij over het water. Zuma, het is tijd voor een snelle oceaanmissie. En er is nog iets extra's dat je mee moet nemen. Klaar voor de start. Boord na. Hou vol, gasten. Hulp is onderweg. Reddingsmarskool. Goed gedaan, Zuma. Bedankt, Paw Patrol, voor het redden van mijn dierbare Chicoletta. En mijn veel meer dierbare Mysterio. Wanneer je ons nodig hebt, dan kukulekuur je maar om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed om te horen, Pups. Eén van burgemeester Handlinger's katjes zit vast in een boom. Of ja, dat denk ik tenminste. Hoe dan ook, het is aan ons om het katje te redden. Dus voor deze missie wil ik... Marshall. Jij kunt met je ladder bij het katje komen. Ik ben er helemaal woep woep klaar voor. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Schiet op, Paw Patrol. Mijn schoonheid zit nog steeds naar boven. Geen zorgen, burgemeester Handlinger. De pups en ik redden meteen uw... Hebben we het nu over uw snor? Ja, natuurlijk is het mijn snor. Wat had je dan gedacht? Ja... Geen zorgen, burgemeester. Ik weet wat. Wauw, Alex. Dit is nog beter dan de echte snor. Oh! Ik moet zelf mijn snor gaan redden. Deze keer zul je niet ontsnappen. Oh, deksels, aan deze getekende snor kun je niet draaien. Burgemeester Handlinger, wacht! Ha, eindelijk. Niets houdt mij nog tegen om mijn schoonheid terug te zetten op... Hier. Deze kant. Shh. Gelukkig, je bent veilig. Ik wel, maar mijn mooie snor is daar binnen. We geven nog niet op, Rocky. Oké. Mijn mooie snor. Oh, ik heb je zo gemist. Hallo, Carlos. Tracker, wat is er? Iemand wil de hele jungle vernietigen voor een racebaan. Wie het ook is, heeft de Paw Patroller en die zit onder de cheetah-vlekken. De cheetah. Wat kunnen we doen, Ryder? Pups, dit is de nieuwe Paw Patroller. Klaar voor actie, Ryder, meneer. Robohond, breng ons naar de jungle. Ik ga iedere boom om laten vallen. Dat is de grootste boom die ik ooit heb gezien. Als ik die omver kan knallen, heb ik in één klap de hele jungle weggevaagd. Cheetah gaat winnen. Oh, dat is niet goed. Het lijkt erop dat Cheetah op die enorme grote boom afgaat. We moeten haar tegenhouden voordat ze hem vernielt. Robohond, ga achter haar rijden. Activeer achtercamera. Hebben! Robohond, volle kracht vooruit. We moeten de cheetah redden. Ruff, kabels. Oh. Bedankt, Ryder. Jij en de Paw Patrol hebben de jungle gered. Wanneer een vals spelende cheetah je bomen om wil kappen, belaf dan hem hulp. Oh, een vleermuisfamilie. Oh, kijk die kleine gasten nou lekker slapen daarboven. Slapen, vleermuisje. Je hoeft nog niet op te staan. Ah,
dit is geen goud. Dit is gewoon een kroonkurkje. Steenlawine! Er kunnen mensen beneden zijn. Oh, ik moet ze snel waarschuwen. Steenlawine! Steenlawine! Wat is dat geluid? Wow, we moeten er vandoor, Everest. Kom, vleermuizen, snel naar buiten. Is het gestopt? Ah, is alles in orde hier? Ja hoor, ome Otis. Hey, bedankt voor de waarschuwing, hè. Oh nee, de vleermuisfamilie zit nog in de grot. Hou vol, kleine vleergasten. We bellen de Paw Patrol. Wow, dat is dubbel zo groot als ik had gedacht. Geen zorgen, vleermuisje. We gaan je familie bevrijden. Everest, doe wat je moet doen. Grijper! En nu gaat dit rotsblok rollen. Paw Patrol, jullie hebben de vleermuisfamilie gered. Als vleermuizen lekker willen hangen, blaf dan om hulp. Vreemde vlinders vliegen door avonturenbaai en zorgen voor chaos. Ryder, ik denk dat de vlinders uit het bos komen. Oh, kijk. Hey, dat zijn monarchvlinders. Deze vlinders volgen een donkerpaarse verkenner die vooruit vliegt om eten te zoeken. Hier staat dat zonder verkenner de andere vlinders geen eten kunnen vinden. Begrepen, Ryder. Ik ga op zoek naar een donkerpaarse verkenner. Als de monarchvlinders hun verkenner achtervolgen, dan... Wacht eens! Robberhof, terug naar de uitkijk. Sky, kun je nog een vlinderstruik vinden? Ik ga mijn best doen, Ryder. Rocky, we hebben wat van jouw spullen nodig. Goed, Ryder, want weggooien? Tuurlijk niet! Zuma, jij bent de verkenvlinder. Ik heb je pupdek aangepast waardoor hij een vlindergeluid maakt. Volg mij, pupvlinders. We moeten wat monarchvlinders wegvoeren. Heb je al een vlinderstruik gevonden? Ja, ik zie er één. Eigenlijk zie ik een heleboel vlinderstruiken. Ver van de stad. Top, ik stuur de pups en vlinders jouw kant op. Gas, ik denk dat we ze kwijtraken. Ik weet wat. Kom mee, vlindermaatjes. Fladder nu maar dag, dag. Naar hun eten gebracht. We kunnen terug naar avonturenbaai. Kom mee, vriend. Ik breng je naar de rest. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De slingerzandsneltrein reed vreemd genoeg voorbij het treinstation. We moeten hem inhalen en uitzoeken waarom hij niet is gestopt. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Daar is hij. Klaar, Sky? Ik sta klaar, Ryder. Rocky, gebruik je röntgenscanner om in de locomotief te kijken. Zal ik doen, Ryder. Er is niemand aan boord. Geen wonder dat de trein zo voorbij raaste. Hij wordt niet bestuurd. Ryder! Ik doorzoek het gebied alvast vanuit het luchtruim. Kun je iets vinden, Sky? Daar verderop is iets. Het zijn de passagiers. Ze zitten daar te schuilen. Wow, maar de slingerzanden hebben stenen en rotsblokken laten rollen en die blokkeren nu de weg naar de hut. Het zijn wervelwinden, een soort draaiende zandstorm. Wow, die wervelwinden zijn sterk. Rubble, als we daar aankomen, lanceren we jouw wagen om de stenen weg te halen, zodat de passagiers veilig naar de Paw Patroller kunnen. Ik sta klaar! Oh-oh! Wow! Oh, nee! Ah! Kom mee! Oh.
stoel, alstublieft. De slingerzand sneltrein is klaar voor zijn volgende rit. Dat is heel goed nieuws, Rocky. Ryder, Babs, dank je wel voor het redden van de trein. Geen probleem. Niet vergeten, als alles begint te draaien, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Meneer Porter had een onverwachte gast deze ochtend. Ze vond het zeker beren lekker ruiken. Maar eigenlijk moet die mama weer terug naar het bos. Hey, volgens mij is dat een katje van burgemeester Humdinger. Ik denk dat hij wil dat we hem volgen. En waar is burgemeester Humdinger? Misschien is hij in nood. Rocky, kom met me mee. Oh, help! Oh, rustig spelen! Burgemeester Humdinger, blijf kalm en ren nu niet weg, want de beer zal u... Achtervolgen? Dat had ik al ontdekt! Sky, ik heb je nodig. We gaan de lucht in! Ryder, ik ben er bijna. Hou je vast, nog heel even en nog... Oké, Rocky. En nu die taart. En kun je hem ook laten vliegen? Ik wist dat deze ballon van pas zou komen. Kijk, beertjes. Een taart met vliegende vaart. Een vliegend dessert. Dat is toch aanlokkelijk? Bedankt dat je me hebt gered. Geen probleem, burgemeester Humdinger. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. We moeten vissen weghalen bij een onderwatervulkaan die op uitbarsten staat, vlakbij Lavarandeiland. Oh nee, mevrouw Marjorie en Maynard gaan er net heen om een oude vriend te bezoeken, Hurricane Alka. Dan is dit opeens een grote missie geworden. Dus ik wil Marshall. Pak je speedboot en zoek mevrouw Marjorie en Hurricane om ze te waarschuwen voor de vulkaan. Ik ga vlammen. Oké, Zeepatrol is niets te dol. Aloha, Puppy. Hoi. Maynard, ben jij dat? Hallo, Hurricane. Marjorie. Maynard, nee, liever stop. Marjorie, ik zie je aan de andere kant van het eiland. Ryder, de wasbeer is er vandoor. Aloha, zijn jullie vrienden van Marjorie en Marshall? Ze willen Kokua, hulp! Oh nee, de vulkaan op het eiland gaat uitbarsten! Marshall, help me met deze palmboom! Wat zijn ze van plan? Ja, die gaan surfen! Hou je vast, Marshall! We gaan een stukje vliegen! Ryder? Mahalo voor je hulp. Niet vergeten, wanneer je reunie wordt verstoord door een spuwende vulkaan, blaf dan om Kokua. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Machinist Ed meldde net dat de trein met alle kermisattributen vastzit in de tunnel. Oh. Oh, alle kinderen zullen zo teleurgesteld zijn. Daarom zorgen wij dat de trein bij de kermis komt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol! En Rocky. Groen is gaan! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Wat ben ik blij jullie te zien! Wat een slecht moment voor treinpech! Het komt wel goed. Waar zit je precies vast? Oh, ik zie wat het probleem is. Rubble, kun jij de tunnel verbreden? Door! Zet jij die lading weer terug op zijn plek
Dan kan die trein weer doorrijden. Dat ga ik doen. Wat denk je ervan, Ryder? Mooi, Rubble. En die treinwagon is ook bijna klaar. Ik moet nog één ding inladen. Kom eens, jongens. Dit moeten jullie zien. Dat zit goed vast. We kunnen op pad. Wij rijden een stukje mee om te zorgen dat alles goed gaat. Ik zal die anders opruimen. Machinist Ed, we zijn aan boord. We gaan een kermis opzetten. Zag je hoe ik eruit zag in die lachpaleisspiegel? Mijn benen waren heel wiebelig. Dat heb ik gezien. Ik sprong een meter de lucht in van die grote clown. Hey, dank je. Hey, jullie bedankt. Zonder de Paw Patrol zouden we geen kermis hebben gehad. Graag gedaan. Wanneer je trein vast komt te zitten, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten burgemeester Goodway en haar vriendin Helga Hundinger uit een ravijn redden. Dus, voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. De rand van het ravijn is erg los, waardoor het moeilijk is om grip te krijgen. En daarom wil ik ook Rubble. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Hallo, burgemeester Goodway en mevrouw Hundinger. Hoe gaat het? Oh, veel beter dan jullie dan zijn. Oké, Ryder. Mijn kabel kan vanaf hier bij ze komen. De grond is alleen niet stevig genoeg. Mijn kraan kan dit wel aan. Dank je, Rubble. Rak, haak. Oeh, goed gericht, Chase. Rak, haak, oprollen. Rustig, rustig aan. Hou goed vast. Oh, heel erg bedankt allemaal. Heel erg graag gedaan. Laten we burgemeester Hundinger gaan zoeken. Oh, hoe kan ik nou bij die bloem komen? Oh, niet rollen, niet rollen. Oh, ik wil mijn hubby mummy. Ik ben hier, mijn hubby gummy. Oh, joepie poepie. Kijk, moeder, daar is de kippentulp. Wow. Bravo! Nu kan iedereen genieten van de schoonheid van de kippentulp. Dankzij de dappere redding door de Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Wanneer je tulpen kwijt zijn, blaf dan om hulp. Nogmaals bedankt voor het brood. Dag! Nu we het toch over brood hebben, ik ruik ergens verse kadetten. Wat gebeurt er? Kijk uit! Hij komt deze kant op! Sky, een kudde koeien vliegt in een schuur door de lucht. Kom met je helikopter en haast je. Deze pup gaat vliegen! Ryder, ik zie het vliegende schuurtje. Sky, kun jij de koeien leren hoe ze met de schuur moeten landen? Het is wat lastig om hun aandacht te krijgen. Weg, ga weg! Bettina, je verliest wat hoogte. We moeten voorbereid zijn op een noodlanding. Chase, zorg dat er niemand op straat is. Rocky, zet een landingsbaan uit. Oké, Ryder. Goed gedaan, Bubs. Oké, Sky, zet hem gewoon rustig neer. Oh, nee! Nou, Ryder, ik kan jou en de pups niet genoeg bedanken voor een van de meest vreemde reddingsacties die ik ooit heb gezien. Kleine moeite hoor, Boer Uil. Wanneer er weer een gigantisch groot broodje schuur laat vliegen, belaf dan om hulp. Heb ik gedroomd? Klaar voor actie.
Axi Rider, meneer? We moeten naar Durful Danny voordat hij zich bezeert in Halfpipe Canyon. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Sky, meld je zodra je Durful Danny ziet. Begrepen, Rider. Kapitein Baasmeester zit, meneer. Misschien moet je wat langzamer. Wat? Danny, stop! Wacht, jij bent Danny niet. Ik moet verder. Bedankt. Ryder, blijkbaar is het skateboard van Danny gestolen door Sid de Schavuit. Wat? Oké. Chase, ga Danny zoeken. Iemand anders rijdt op zijn skateboard. Oké, Ryder. Oh, ik zie hem al, Ryder. Danny, stop! Daar is hij. Tijd voor een extreme sluiproute. Woehoe! Ik bedoel, oh nee! Ik moet hem redden. Raf, net! Ryder, Danny is veilig, maar hij zit wel vast. Goed gedaan, Chase. Sky, ik wil dat jij Danny uit de canyon gaat redden. Veilig en wel, Durval Danny. Ik? Omdat ik jullie extreem dankbaar ben, Paw Patrol. Mooie redding, pups. Maar waar zijn Sid en Arby gebleven? Harnas! Sid, stop! Het is te gevaarlijk om in het donker te skaten. Hey, wat is dit dan? Ja! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De Turbots zijn in dino-gevaar, pups. Ze zitten vast op een wilde triceratops. Dat is een wild, wild ritje. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in. En Rex. We dino's doen dit. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, vlieg op, vliegende vlegel. Chase, we hebben een afleiding nodig. Ruff, Pepper. Sky, dit is je kans. Pak één voor één het harnas. Hier, jij mag eerst. Dank je. Dat was één. Nog één te gaan. Zit alors. Stop het, dinosaurus. Snel, ik zit het aan mijn oksels in de deel. Robohond, werp de grijpers van de Dino Patroller in de kuil. Rex, hou jij de Triceratops kalm? Komt goed. Bril, bril. Rustig, rustig. We helpen je. Doe je gordel om, maatje. Haal hem omhoog. Goed gedaan. Dan redden we nu François. Waf, Dino Claw. Ja, merci, Rex. Robohond, til ze er maar uit. Bedankt voor de redding uit de prehistorische Penari, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je op een loslopende triceratop zit, blaf dan hem hulp. Het oude en mysterieuze gouden standbeeld van Lupo. Wat zijn die grote standbeelden, François? Ja, dat zijn Lupo's bewakers. Ik lees hier dat de bewakers de bevelen opvolgden van degene die het gouden standbeeld vasthield. Wat fascinerend! En ook grandioos glimmend. Huh? Dat is geen juweel. Het is een stuk van een meteoriet en die geeft mij superkrachten! Bewegen die standbeelden? Stop! Doen jullie nou echt wat ik zeg? Breng me die schatkist vol goud. Ik kan ze besturen. Nu heb ik een hele roedel die van alles voor mij kan stelen. Oké, Megapups. We gaan de vogelvrouw naar buiten lokken met het grootste, meest glimmende beeld dat ze ooit heeft gezien. En dan pakken we het gouden Lupo-standbeeld. Maar we
hebben geen groter glimmend standbeeld. Jawel, en dat zal je zien als we naar de woestijn gaan in de megajet. Dan komt nu de rest van het plan. Oh, hoe moeilijk kan het zijn om een enorm diamanten standbeeld te vinden? Oh, het is zo enorm. Zo glimmend. Breng het standbeeld naar mijn museumdomein. Hallo, vogelvrouw. Wat? Jij bent geen standbeeld. Klopt, ik ben een megapup. En het gouden standbeeld van Lupo is niet van jou. Merci beaucoup, Paw Patrol. Jullie hebben onze museumtentoonstelling gered. Graag gedaan. Als je standbeelden gaan lopen, blaf dan om hulp. We hebben een groot noodgeval, team. Opa's siroop is op. Dus we moeten naar de siroopboom toe om meer te halen. Mini Patrol is niets te doen. De siroopboom. Gevonden. En dan draai ik aan dit dingetje en... Wow, we hebben siroop. Gaat wel super langzaam. Misschien kan hij wat sneller. Oeps. Alex! Hey opa, ik haal nieuwe siroop voor je. Heel veel. Oh nee, ik krijg dat ding er niet meer op. Oh, die siroop is zo plakkerig. Oh. Wacht maar. Opgelost. De stroom is gestopt. Oh ja, een beetje. Maak je geen zorgen. De mini-patrol staat voor je klaar. Misschien hebben we iets meer hulp nodig. Kun je bij mijn telefoon komen? Jee, de Paw Patrol is aangekomen. Waterkanon. Oh, dat is koud, zeg. Maar een stuk minder plakkerig. Dank je, Marshall. Kom mee, opa. Wacht, Alex. Oeh, sorry. Dat geeft niet. We hebben die kraan zo gemaakt. Ja, toch, Rocky? Zeker weten, Ryder. Grijper. Oké, Alex, haal je vinger weg op drie. 1, 2, 3. Het is gemaakt. De pannenkoeken zijn heerlijk. Ik kan alleen geen hap meer op. Weet je, als de Paw Patrol er niet was geweest, zouden Alex en ik nog steeds in het bos zitten. Ja, dank je, Ryder. Als je nog een keertje in de knoei zit, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.